Geloof me, ik heb over 100.000 euro's verbrand in Google AdWords de afgelopen jaren. Kijk, alleen al naar de afgelopen maanden is er voor ruim 27.000 euro geïnvesteerd. Ik heb talloze campagnes voorbij zien komen, beheerd, geholpen met optimaliseren. En eigenlijk zijn er maar 4 factoren die bepalen of een Google Ads campagne rendabel gaat zijn of worden. En wat die 4 factoren zijn, ontdek je allemaal in deze woensdag gemakdag aflevering. Als je voldoende budget hebt om te adverteren, wat houd je dan nog tegen? In mijn ogen is het enige wat jou tegen moet houden, zijn verkeerde cijfers. En hoe goed de adviezen van anderen ook kunnen zijn, de enige die de waarheid spreekt, zijn de cijfers. En ja, ik probeer mijn ervaringen en de tips mee te geven in deze video. Maar ik laat je vooral zien hoe je op basis van cijfers de juiste analyses maakt en dus erachter komt op welke punten jij je campagnes kunt optimaliseren. Want de enige die nooit liegen, dat zijn de cijfers. En zeker niet als jij ervan uit kan gaan dat die cijfers goed zijn ingesteld. Dus we beginnen ook met de stap 1, het conversiepercentage. Als je de woensdag gemakdag afleveringen vaker bekijkt, dan weet je al wat ik je nu ga vertellen. En dat is hoe je dus op basis van Google Analytics achter de conversiepercentage komt. Heb je nog niet geabonneerd? En is dit de eerste aflevering die je bekijkt? Ik raad je aan om je te abonneren. Klik dan ook even op het belletje. En dan weet je zeker dat je geen enkele aflevering meer mist. Elke week plaatsen we een nieuwe video om jou te helpen het internet te gebruiken om jouw onderneming te laten groeien. Hoe komen we achter het conversiepercentage? Zorg dat je in ieder geval een Google Analytics account hebt of een ander programma waarop je data verzamelt. En achterhaal dan hoeveel procent van jouw bezoekers die op die pagina landt, converteert. Dus jouw gewenste actie uitvoert. Dus het kan zijn dat diegene zich in moet schrijven, een contactformulier invult of direct al een product koopt. Hoe kom je daarachter? Je klikt op in Google Analytics op gedrag, site, content en dan de bestemmingspagina's. Als je dan verder naar rechts scrolt, kun je iets verder naar boven, kun je hier aangeven welke conversie het gaat. Dus zorg ook dat je die conversiedoelen hebt ingesteld. Heb je dat nog niet ingesteld? Ik zal een linkje in de beschrijving van deze video plaatsen. Eigenlijk moet ik je gewoon op je kop geven, want ik heb het al in een andere aflevering gehad over het conversiedoelen instellen. Maar goed, voor jouw gemak, ik plaats even een linkje in de beschrijving. Daarin leg ik je uit over hoe je dus je conversiedoelen instelt. Nou, als je dat gedaan hebt, dan krijg je over een gedurende periode, het ligt eraan welke meetperiode jij instelt, krijg jij het aantal behaalde doelen. Nou, hier zien wij dus in deze meetperiode die ik heb ingesteld, dat bijvoorbeeld deze pagina bijna 5% conversie heeft. Dus 5% van de mensen die op deze pagina landt, dus echt omdat het een bestemmingspagina is, dus het is de eerste actie die iemand op jouw website doet, daarvan converteert bijna 5%. Dat is enorm waardevolle data, omdat ik nu precies weet hoeveel ik kan gaan investeren in mijn advertenties zonder dat ik het risico loop om verlies te draaien. Nou, hoe dat precies werkt, vertel ik je dus allemaal in deze video. Maar laten we direct beginnen met de volgende stap. Voordat je direct aan de slag gaat met het adverteren, heb je dus zojuist je conversiepercentage achterhaald. Een enorm belangrijk cijfer. Een andere belangrijke waarde is jouw klantwaarde. Nou, daar heb ik ook een andere aflevering over opgenomen. Maar wat is de klantwaarde? De klantwaarde is de waarde die jij krijgt bij een nieuwe klant. Dat kan zijn de directe waarde. Dus dat is de waarde die jij direct krijgt. Dus iemand die koopt iets, jij krijgt daar direct een bepaalde vergoeding voor. Je kunt ook een bepaalde waarde toevoegen door aan te geven van, nou ja, als deze klant iets koopt van mij, dan is het ook een soort van ambassadeur en stuurt hij vaak ook via mond-op-mond reclame klanten naar mij door. Dus dan zou die klantwaarde stijgen. Stel dat jij een klant hebt en meerdere producten aan die klant kunt verkopen, dan heb je ook een customer lifetime value. Dus dan is het eigenlijk een klantwaarde, het leven van de klant. Dus hoe lang blijven klanten over het algemeen bij je?
Zo is het heel gebruikelijk in de verzekeringsbranche dat een nieuwe klant die net een verzekering heeft afgesloten nog steeds verliesgevend is. Omdat het qua acquisitiekosten en qua marketing en sales et cetera duurder is om die klant binnen te halen dan dat het wat het eerste jaar oplevert. Maar een verzekeraar die weet dat over het algemeen de meeste mensen niet ieder jaar overstappen en bijvoorbeeld gemiddeld 8 jaar bij dezelfde verzekeraar blijven. Doordat ze dat weten, weten ze ook dat het niet zo heel erg is om het eerste jaar verlies te draaien, omdat er nog 7 jaren komen, gemiddeld gezien. Dus zorg dat jij weet wat de klantwaarde is. Weet je nu nog niet precies wat de klantwaarde is, start dan nog niet met adverteren. Zorg dat je eerst de klantwaarde berekent. Een heel makkelijke manier om dat te doen is pak van 1 productgroep. Bekijk dan alle facturen die je hebt gestuurd. En tel alle de bedragen op. Dus stel je hebt 100 euro in totaal verdiend en 10 facturen gestuurd. Dan heb je dus 100 euro verdiend aan 10 klanten. Dan deel je die 100, die deel je door 10. En dan weet je dat de gemiddelde klant jou 10 euro oplevert. Nou, je doet er wijs aan om nog een extra foutmarge in te berekenen. Dus pak bijvoorbeeld 50%, dan weet je helemaal dat je goed zit. Ja, heb je wat meer vertrouwen in je eigen berekeningen in deze methode, dan kun je een kleinere foutmarge pakken van bijvoorbeeld 10%. Bereken in ieder geval een kleine foutmarge. Als je de klantwaarde hebt en de conversiepercentage, dan kun je met behulp van de calculator kun je berekenen hoe hoog jouw budget kan zijn. Hoeveel je moet gaan bieden. En weet je eigenlijk bijna zeker dat je veilig kunt adverteren zonder dat je te veel uitgeeft. Nou, hoe dat allemaal werkt, ontdek je dus allemaal in de video. Dus blijf vooral ook even kijken. Mocht je trouwens vragen hebben of opmerken, laat het van je horen in de reacties. En ik zal mijn tijd nemen om al je vragen te beantwoorden. Laten we nu in ieder geval verder gaan naar stap 3. En dat is dat je berekent wat een bezoeker jou waard is. Een hele belangrijke succesfactor is het conversiepercentage. Dan is de klantwaarde belangrijk. Vervolgens moet jij precies weten wat elke bezoeker jou waard is. Adverteer jij nu op dit moment al? Of dat je dat nu zelf doet of met ondersteuning van een ander bureau? Als jij nog niet exact weet wat de waarde is per bezoeker, dan ben je dus eigenlijk maar in de blinde weg aan het adverteren. Je bent maar iets aan het proberen. En ik snap het, ook dat is goed. Niet proberen, dan weet je dat het sowieso niet werkt. Dus het is goed dat je de eerste stap hebt gezet, maar ik hoop echt dat je aan de hand van deze video jouw waarde per bezoeker uitrekent, omdat je dan precies weet wat je maximaal per klik mag uitgeven. Om je te helpen heb ik een calculator voor je gemaakt, waarbij je dus alleen nog maar de cijfers hoeft in te vullen en dan precies ziet wat de waarde per bezoeker is. Die calculator die deel ik met je in een linkje in de omschrijving van deze video. Dus klik daar even op. Dan scrolt hij naar een pagina naar beneden. Daar staat de calculator voor je klaar. Die hoef je alleen nog maar te downloaden. En dan kun je dus je gegevens invullen. Dus zorg dat je de calculator downloadt. Dan lopen we samen de stappen door. Waar begin je mee? Je kijkt allereerst bijvoorbeeld, en ik heb in elk tapje een opmerkingsveld geplaatst, zodat als je deze video op een gegeven moment niet meer bij de hand hebt, nog wel weet waar je wat moet invullen. Stel, je hebt een bepaalde bezoekersaantal. Ik heb nu gezegd 100. Dan hebben we bekeken hoeveel conversiepercentage we hebben. Ik heb in dit voorbeeld even 3 genomen. Dus ik weet dat ik per 100 bezoekers 3% converteer. Dus ik heb 3 transacties, 3 leads, 3 inschrijvingen op je nieuwsbrief. Wat jouw conversieactie dan ook is. Mijn gemiddelde klantwaarde is in dit voorbeeld even 48 euro. Dus als ik 100 bezoekers krijg, 3% zijn 3 transacties. 3 keer 48 is 144 euro. Die 144 euro die wordt gedeeld over die 100 bezoekers. Want ik verdien 144 euro per 100 bezoekers. Dat hebben we net berekend. Dus als ik dat deel, weet ik dat ik 1,44 euro per bezoeker mag betalen om kiet te draaien. Heb je dit cijfer niet, adverteer dan ook nog niet. Kijk namelijk eens wat er gebeurt als je bepaalde cijfers verandert. Stel dat ik kan kijken, oké, ik krijg ineens 4% conversie. Dan zie ik dat ik niet 1,44 euro per klik mag uitgeven, maar dat dat in één klap 1,92 euro wordt. Stel dat het lukt door
upsells, dus door een extra product aan te bieden en mijn klantwaarde te verhogen. Wat gebeurt er dan? Stel dat het mij lukt om 5 euro erbij te doen. Nou, dan heb ik 53 euro. Dan ben ik van 1,44 euro per klik naar maximaal 2,12 euro per klik gegaan. Nu hebben we het nog maar over 100 kliks. Je kunt je nagaan wat dat voor verschil betekent als je 1000 of 10.000 of 30.000 of 50.000 kliks hebt. Heb je op een gegeven moment de waarde per bezoeker, dus is dat cijfer transparant en weet je gewoon van oké, daar kan ik enigszins op vertrouwen, dan ben je eigenlijk klaar voor de laatste stap. De volgende stap is de grootte van je doelgroep. Hoe groot is jouw doelgroep? Hoe vaak kan jouw advertentie vertoond worden en hoeveel bezoekers kun je daar mee verwachten? Als er maar 10.000 keer gezocht wordt naar een bepaald zoekwoord, dan kun jij niet van eens 50.000 bezoekers verwachten. Dus realiseer je dat als je te weinig gezocht wordt naar jouw zoekwoord, dat misschien Google Ads niet het juiste kanaal is voor je. Probeer zoveel mogelijk bereik te krijgen, zoveel mogelijk bezoekers in een bepaalde campagne, omdat dat je de tijd geeft om je campagnes verder te optimaliseren en om uiteindelijk echt winstgevende campagnes te realiseren. Als er maar een paar honderd keer gezocht wordt op het thema, kun je nog steeds een succesvolle campagne draaien. Maar realiseer je wel dat het een stuk lastiger wordt om dus echt iets daar nog op te bouwen, zeker wanneer de klantwaarde laag ligt. Stel dat je maar 50 euro kan verdienen per klant en er wordt maar 400 keer gezocht naar het product, dan wordt het heel lastig om daar echt een stevige bedrijf mee op te zetten. Maar wordt er 400 keer gezocht en levert elke klant jou 15.000 euro op, dan praat je al over hele andere bedragen en dus ook een hele andere strategie. Dus denk erover na, hoe groot is jouw bereik? Stel dat wij nu een thema hebben gevonden waar we echt wel 5.000 bezoekers mee kunnen verwachten. Dus 5.000 kliks. Dus dat betekent dat je echt wel een behoorlijk aantal vertoningen moet hebben. Ik ga er dan nu even vanuit 5.000. Stel dat we die 5.000 invullen. Die 5.000, dat zijn de kliks die ik krijg. Dus ik moet in het CPC-kolom, geef ik aan wat ik bied als maximale CPC. Dus je geeft Google totaal geen vrijheid. Je zegt ik wil maximaal 75 cent per klik uitgeven. Dan zou mij dit ruim 3700 euro kosten. Een aardige investering als je het mij vraagt. Maar we hebben ook door de bovenste cijfers in te vullen, weten we wat de omzet gaat zijn en de uiteindelijke winst. Ik zie hier dat ik dus met een investering van nog geen 4000 euro ruim 10.000 euro kan verdienen. Ja, wat mij betreft een prima investering. En dat is ook precies waar het dus om gaat met Google Ads. Als jij de cijfers weet, dan weet je ook wat je kunt uitgeven en geef je met alle liefde 4.000, 5.000, 10.000 euro uit als het jou ook gewoon 2, 3, 4, 5 keer jouw investering oplevert. Mocht je dit nu waardevol vinden, dan zou ik het enorm waarderen als jij even op vind ik leuk klikt. Deel het ook vooral met je netwerk en mocht je hier nu meer over willen leren, heb je het idee van, hey, dit gaat mij helpen. Wil je meer van dit soort templates, calculators, sales scripts, advertentieformats, campagnestructuren? Wil je eigenlijk alles en dan ook echt alles ontdekken van Google Ads? En dan vooral hoe je op basis van de cijfers en feiten je campagnestructuren aanpast en optimaliseert en dus uiteindelijk winstgevende Google Ads campagnes inricht, kijk dan even naar de Google Ads cursus en gebruik de kortingscode ikvolgwgd voor extra korting. Ik zal een linkje in de omschrijving van deze video plaatsen. Klik erop, bekijk of dat de cursus wat voor jou is, dan zie ik je aan de andere kant. Eerste cursus helemaal niks voor jou en ben je gewoon benieuwd naar volgende week. Zorg dan dat je geen enkele video mist en dan zie ik je dan.